Hi! Welkom terug bij een nieuwe dag hier in de Winter Efteling. Voor mij het eerste bezoek van 2024 aan het park. Hartstikke leuk. Vandaag neem ik je mee naar het Oud en Nieuw feest in de Efteling. Kan je vertellen, dat was een heel groot feest met heel veel spectaculaire dingen. Dit ga je zo meteen allemaal zien. We kijken terug op het Bartbaan Pin Event samen met Menno. En ik heb vandaag, en daarom moet je echt blijven kijken, de allereerste exclusieve beelden vanuit de nieuwe Droomvluchtsuite. Ik heb er zin in. We gaan beginnen. Let's go! Nogmaals welkom terug hier in de Winter Efteling. Vrienden, laten we 2024 goed beginnen. Abonneer je op Bartbaan, abonneer je op Pretpark Gids, zodat we samen er tegenaan kunnen gaan komend jaar. Hey, ik sta hier dus bij Aquanura. En ik ga je nu eerst even een aantal toffe beelden laten zien van het Oud en Nieuw feest in de Efteling. Op 31 december 2023 was het park geopend van 7 tot 1. En wij waren erbij voor Pretpark Gids. En komende week komt er iedere dag een leuke video online vanuit het Oud en Nieuw event in de Efteling. Maar ik ga je alvast een paar kleine beeldjes laten zien. Zo staan we hier dus bij Aquanura, wat ik net al zei. En tijdens het Oud en Nieuw feest was er een exclusieve show van Aquanura, namelijk de Chesto variant. Er is dus een variant van Aquanura met een combinatie tussen muziek van de Efteling en Chesto, gecomponeerd door Chesto, de DJ, weet je ook. En dat zag er zo uit. Wil je heel die versie zien, komende week te zien op Pretpark Gids. Wat me wel een beetje opvalt, en dat doet mij wel een beetje, daar schrik ik wel een beetje van. We hebben hier die prachtige vijver, hè? We zien hier de vier kikkers. We zien daar al die honderden fonteinen van die Aquanura heeft. Maar ineens zijn hier twee mysterieuze bobbels in het water gekomen. Daar en daar. Ik weet niet wat het is, het ziet er zeer mysterieus uit. Als iemand het weet, laat het weten. Maar er was natuurlijk nog veel meer te doen hier in de Winter Efteling tijdens het Oud en Nieuw feest. Wat denk je? We zijn nog een half uur binnen in het park en het regent weer super hard. Erg fijn. Happy New Year. Op het Antropiekplein was er een hele spectaculaire, gave, mooie, toffe Silent Disco. Ja, voor meer beelden raad ik je zeker aan om de video op het YouTube kanaal van Pretpark Gids te bekijken. Dit was erg gaaf en zag er erg spectaculair uit. En uiteraard was er vuurwerk, er was een lasershow, er was een lichtshow vanuit de pagode. Een paar beeldjes. Ja, dit is echt heel spectaculair. Volgend jaar zeker een aanrader om met Oud en Nieuw hier deze kant op te komen. Hey, dit over het Oud en Nieuw feest. Er vond afgelopen week nog iets anders heel erg tofs plaats. Het Bartbaan Pin Event. Menno was mee en ik heb uiteraard mijn camera meegenomen. Menno, take it away. Menno! Hi! Hoe is het? Goed. We zijn weer lekker hier. Leuk, schat? Zeker. En jij? Fijn. Lekker gegeten? Ook. Mooie jas heb je aan, helemaal Dank nieuw. Je. Speciaal voor het Pin Event. Tuurlijk. Wat verwacht je van vandaag? Ik heb werkelijk geen idee. Nou Menno, we zijn nu nog de enige. Over een dik half uur zullen hier meer mensen zijn. Ik ben benieuwd. Het is ook zo sneu. Ja, ze is ook zo sneu als er niemand is. Hey, vertel, wat gaan we vandaag doen? Hierheen komen pins verzamelen, even ruilen. 4 jaar geleden heb ik het ook al gedaan op dezezelfde plek. Een pin-event, zodat mensen met elkaar pins konden ruilen. Dat ging er zo aan toe. Ik ga je laten zien. Zoals deze. Kom op. Die heb je ook nog. Ja. Oké, dan zal ik als kans even checken bij de andere. Dus oké. Okay. En vandaag gaan we dat weer doen. Kijkers kunnen hier naartoe komen, kunnen pins met elkaar ruilen. Bartbaanpins, Eftelingpins, Disneypins. Disney waar. Het wordt echt fantastisch. En Menno, wij hebben zelf ook een ruilkoordje. Oh ja? Jazeker. Wacht, hou maar eens even vast. Ik pak het er gewoon even bij. Allemaal Bartbaanpins hebben we die we kunnen gaan ruilen met de mensen. Hier. We hebben ticketpins, we hebben reuzenradpins, we hebben carouselpins. Had je net ook een vraag over? Wat vroeg je trouwens aan mij? Hoezo een als ridderachtig. Dit is gewoon een carouselpaard. Nou, goed begin van de dag. Merry Christmas. Ja, en het ook, het achtbaantje, het uitverkochte reuzenrad. Dus wij gaan hier op dit tafeltje, Menno,
gaan we dadelijk met de mensen lekker ruilen. Mensen kunnen hier op de buitentafels hun pins neerleggen. Mensen kunnen hier onder de overkapping als het dus gaat regenen. En ik hoop eigenlijk gewoon op een hele leuke pinochtend. Met veel Efteling fans. Gewoon een keer leuk met veel Efteling fans kletsen. Daar kijk ik gewoon heel erg uit. Ik ook. Ik ben benieuwd. Trouwens, later in deze video nog exclusief shots. Pam pam pam. Van de allernieuwste themakamer van het Efteling Hotel. Pam pam pam. De droomvlucht suite. Ja. Nou, kunnen jullie in ieder geval lekker een wegdromen. Dat bedoel ik. Jongens, we gaan rustig wachten. En dan zullen zo meteen de eerste kijkers, fans komen. Ik ben benieuwd. Zin in! We staan hier nou rustig te wachten voor het pin-event. Alleen, ja, ben je... Ja, ik ben er weer bij. De mensen kijken naar. Ze zijn blij dat ze jou weer zien. En jij vindt het WhatsAppje belangrijk dan de mensen thuis. Je communiceert niet van, we gaan beginnen. Dat klopt. Maar... ik heb wel het gevoel dat het een hele drukke dag is vandaag in de Efteling. Oh ja? Ja. Hoe komt het? Zoals je ziet is het nog niet druk. Nee, maar normaal is op het Antropiekplein om 10 uur gewoon uitgestorven. Mm-hmm. En nu staan er gewoon rijtjes bij attracties. Dit is normaal gesproken... Daar wil ik als eerste naartoe. Dat is de mooiste draaimodus van heel de Efteling. Ja, maar de drukte die hier nu is, die is normaal op het drukste moment van de dag. Om 12 uur. Ik hoop niet dat het zo druk wordt bij het pin-event hoor. We zullen zien. Wij gaan even rustig als twee oude mannetjes. Wat zeg je? Anders hebben we een uitdaging. Exactly. Of heel veel pins op de ruilen. Wij gaan even als twee oude mannetjes rustig nog genieten van de rust. Tot zo. Het was een leuke ding. Het was superleuk. Ik vond het super gezellig. Mm-hmm, het was niet te druk. Lekker gewoon mensen kunnen ruilen. Ja, eigenlijk lekker kunnen kletsen. Dus voor de mensen die er waren, heel erg bedankt. Voor de mensen die er niet waren, ook bedankt. Ook bedankt. Begin 2024. Ja. Hebben we een nieuw event. Oh. Misschien gaan we wel iets doen wat we vorig jaar ook hebben gedaan. Weet je wel, zo'n heel lang rijtje achter me. Snap je dat? La 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 la. Precies. Menno, ik wil jou voor nu bedanken. Graag gedaan. Tot ziens. Wij zien elkaar snel. Wij gaan even verder in de tijd, want wij gaan naar het Efteling Hotel. Nee, doe maar even je handschoen erop. Welkom hier bij het Efteling Hotel. Ja, hartstikke leuk. Efteling Hotel, ook gelukkig nieuwjaar. Vrienden, ik heb iets heel erg tofs. Zoals je weet is hier net voor de kerst de vernieuwde Droomvlucht suite opengegaan. En een van onze vrienden, een Bart Baankijker, heeft mij een aantal video's gedeeld van die suite. Die heeft daar gelogeerd in de eerste week dat de suite open was. En ik mag jullie die beelden laten zien en ze zijn heel erg gaaf. Geniet ervan. Ja, gaaf hè? Ik heb hem nog gevraagd wat hij van de kamer vond. Hij vond de kamer tof, wel een beetje simpel. Alleen hij vond de boom waarin de elf zat, die je door middel van een paddenstoel die vast zit in een boom kon bedienen, vond hij zelf het allertofste. Dus dat is hartstikke leuk. En ik heb een leuk nieuwtje, want deze maand mogen wij samen zelf exclusief een kijkje gaan nemen in die nieuwe Droomvlucht suite. Later deze maand mogen wij weer met de lift naar boven toe en mogen wij de deuren weer gaan openen van de allernieuwste hotelkamer hier in het Efteling Hotel, de Droomvlucht suite. Dus die krijg je sowieso nog van mij te goed deze maand. Is zo gaaf man, Droomvlucht suite. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Laat vooral in de reacties weten wat jij ervan verwacht, want we mogen
echt samen deze kamer gaan ontdekken. Voor nu moeten we het hiermee doen, maar binnenkort kunnen we alle details in deze kamer gaan checken. Dit doet het Efteling Hotel, we gaan terug naar het park. Oké, dan, dit was het weer voor vandaag. Deze plek hier voor de allernieuwste Efteling attractie Dans Macabre zullen we zeker nog wel een aantal keer komen de komende tijd. Want die gaat namelijk dit jaar open. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb een fijn weekend. Aankomende dinsdag ben ik terug hier vanuit de Winter Efteling. En dan gaan we de allereerste Efteling test doen voor komend jaar. En dat heeft te maken met eten en drinken. Tot dinsdag. Tot die tijd kan je zeker even abonneren op het Baan Pretpark Chris. Kan je me volgen op alle bedenkbare socials die er zijn. En anders zie ik je weer dinsdag hier vanuit de Efteling. Doei! We'll be right back.